Ik werk hier voor Appleston. Zij hebben mij ingehuurd via het bedrijf Waaier. Daarvoor werk ik nu 2 jaar. En ja, hier ben ik aan het tenderen op de Monaco Yacht Show. Nou, Appleston heeft 7 boten hier in de haven zelf liggen en 7 superjachten in de baai. En wanneer er een broker met een klant ergens naartoe wil varen, dan bellen ze mij op. En dan brengen ze oftewel de haven in of naar het jacht waar ze naartoe willen. Ja, dit is een onwijs gave job. Het is leuk dat ik via de IVA in eerste instantie bij Waaier terecht ben gekomen. En dan via Waaier weer door kan stromen naar dit soort bedrijven als Edmonton of alle superjachtbouwers als Oceanco, Fetchup. Dus eigenlijk gebruik ik hier het meeste het vak sales management en consumentenverkoop. Want daar leer je natuurlijk eigenlijk jezelf verkopen en in een korte tijd snel met mensen praten om veel informatie te winnen. Dit leer je op de IVA in de eerste 2 jaar heel goed door heel veel gesprekken te voeren. En dat zie je eigenlijk gewoon gelijk terug hier in de praktijk, want de voorbeelden die ze daar geven, die komen letterlijk uit de praktijk. En dat is leuk om het dan daadwerkelijk zelf ook weer mee te maken. Ik was nog niet bekend met deze wereld voordat ik op de IVA kwam. Natuurlijk heb ik wel een lichtelijke nautische achtergrond en daarom heb ik gekozen voor nautisch business management. Maar de superjachtindustrie, ja, dat is gewoon onwijs gaaf om daar in te stromen. Dat is te proeven van deze positie, dat is erg gaaf.